voordelen is dat je player bent, dat je iedereen nijdt op je boekingen, dat je alles draait om banks komt en dat je seks en drank en. I think Timo can feel a woman more than some husbands even feel their wives. De reden waarom ik meer geniet van de SM-sessies is omdat het ook een soort liefde is wat je ontvangt. Ik zeg altijd, BDSM staat voor Bad Daddy, Sad Mommy. En ja, daar komt het vandaan. De man als lustobject, die vrijwillig zijn geld verdient door erotiek, lust, genot of seks te verkopen. Het klinkt voor sommigen misschien als een droombaan, maar is dat ook zo? Wat betekent het om als mannelijke sekswerker je lichaam te verkopen?